Dag kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. Het is alweer een paar dagen geleden wanneer mijn laatste video, een vlogvideo, online kwam. Ja, het is alweer 3 dagen verder als het goed is. Allereerst even over de gameplay, dan ga ik van alles en nog wat weer vertellen en doen, dan weet ik het allemaal. De gameplay is op Domination Strike Zone met de Entar Warcry Camo, Silencer en een hoop bullshit in deze game. Ik heb deze game expres uitgekozen omdat we echt... Ik speelde hier op Sensitivity 16 of 18 als ik het goed heb. Dat is ongeveer 6 punten hoger dan gemiddeld wat ik normaal speel. Ik speel altijd tussen de 10 en de 12. En ik zat er een beetje te kloten die avond samen met Erik, samen met Roy. En samen met nog 2 andere onze derde Clan Wars. En toen zat ik op een gegeven moment, ik ga mijn Sensitivity hoger doen. En voor mijn gevoel ging ik gewoon heel langzaam. Alle kanten die ik opdraaide ging heel langzaam. En het ging op zich wel lekker eigenlijk. Het ging wel lekker zo. Ik vond het relaxed om met een hogere sensitivity te spelen. Dus ik speel nu de laatste tijd weer wat met een hogere sensitivity. Dus dat is misschien wel leuk. Niet dat als je hoger speelt dat je dan in 1 keer beter bent of iets dergelijks hoor. Daar niet van. Maar het pakt er goed uit voor mij. Dus Strike Zone, het is een game die... We spelen echt best wel hard, best wel goed, best wel lekker. Lieve mensen, dat is bullshit nummer 1. En lieve mensen, altijd leuk. Thank you Infinity Ward for leaving. Voor, ja, dat mensen mogen lieven, überhaupt. Nou, je ziet me hier even wachten, want ik weet als ik rond ga rennen en er is nog maar eentje in de mappen, dan word ik altijd in mijn bek gereept. Nou, maar meer bullshit. Echt, volgens mij komt alles hier aan bod. Dus we gaan het zien. Maar ik ben wat afwezig. Ik heb het de vorige keer ook een beetje over verteld. Ik ben wat afwezig. Alles, moi. Maar ik ga een beetje meer open zijn daarin. Ik ga een beetje vertellen waarom. Niet heel inhoudelijk, want dat hou ik lekker voor mezelf. Maar ik zit de laatste tijd niet echt super lekker in mijn vel. En dat heeft niet zozeer te maken met YouTube. Heeft niet zozeer te maken met likes. Geen likes krijgen, views, geen views krijgen, dat soort dingen. Daar heeft het niet mee te maken. Het heeft gewoon een beetje te maken met mezelf. Ik zit niet zo heel erg lekker in mijn vel. Heeft een aantal redenen. En ik weet dat dat niet volhoudt hoor. Dat zal niet altijd zo blijven. Maar in ieder geval, op dit moment ben ik daar gewoon een beetje down over. Het is allemaal een beetje geheimzinnig. En dat doe ik expres. Waarom? Omdat ik dat gewoon voor mezelf hou. Uiteindelijk gaat dat niet iedereen aan. Ja, zo simpel is het. Het heeft niet met Jessica te maken. Absoluut niet, voordat mensen gaan speculeren. Heb ik geen zin in. Dus dan zeg ik dat. Het heeft absoluut niet met Jessica te maken. Dat gaat gewoon hartstikke goed. Maar het heeft meer gewoon te maken met mezelf. En bepaalde ontwikkelingen die deze maand zijn geweest. Zeg maar, ook met mijn nieuwe baan. Wat op zich wel prima gaat. Wat gewoon goed gaat hoor. Ik doe het hartstikke lekker. Ik pak het allemaal op. Maar er zijn gewoon een aantal ontwikkelingen waardoor ik gewoon... Uiteindelijk niet zo heel erg lekker in mijn vel zit. Dat ik niet echt denk van, alles gaat perfect. Nou, ik ben van origine ben ik een ras optimist. Ik zie altijd in de negatieve zie ik nog heel veel positieve dingen. Maar zelfs bij mij gaat af en toe dingen niet helemaal optimistisch. Of ik zie het niet altijd optimistisch. Dus dat heeft er ook mee te maken. Op het moment als ik niet meer positief ben, als ik niet meer optimistisch ben, dan heeft dat een hardere effect dan mensen die pessimistisch zijn. En daar altijd naartoe kijken. Klinkt misschien heel raar, maar op het moment als ik altijd het positieve in iets kan vinden, kan ik namelijk heel vrolijk, heel blij altijd zijn, zeg maar. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld. Gisteren kreeg ik een berichtje van mijn schoonvader. Ik leen zijn auto altijd, dat weten jullie. Ik had een boete gereden, dus mijn eerste boete ooit. 3 kilometer te hard, €40. Echt fucking bullshit, maar dat maakt niet uit. Weet je? En ondanks hier, panic knife. Tweede bullshit. En ondanks dat dus zeg maar is, heb ik zoiets van, ja oké, kan iedereen gebeuren 3 kilometer te hard, hè? Ik bedoel, iets te snel opgetrokken voordat ik weer op een stuk zat waar ik harder mocht. Granaat. Blokken. Bullshit nummer 3. Maakt niet uit. Oké, dat... Is nog niet eens zo'n grote bullshit, maar hè, het zit in de game. Het zit in de game. Nou, dat is een beetje met mij aan de hand. Het is niet zo dat ik geen zin meer heb in YouTube. Het is niet meer zo dat ik geen video's wil maken of iets dergelijks. Maar ik bemerk gewoon dat ik er gewoon... ik ben ook niet zozeer inspiratieloos. Maar ik heb gewoon nu niet de intentie om heel veel uren achter YouTube te zitten. Terwijl ik gewoon wel soms de tijd ervoor heb, hoor. Daar niet van. Alleen wat doe ik nu? Ik ga gewoon zelf even voor mezelf gamen. Gewoon even lekker mijn gedachten op nul. Ik denk niet aan om een video te maken. Ik speel de laatste tijd veel Rome 2.
echt, wat een prachtige game is dat. En de tijd die vliegt voorbij en dan denk ik, oh ja, ik had een video ook kunnen maken. Maar jullie zouden het al, ga geen video maken op het moment als je er geen zin in hebt. En dat is ook gewoon logisch. Als het er niet in zit, dan wordt de video ook niet zo heel goed. Ik bemerk dat ook aan mezelf de laatste tijd. Het is niet zo dat ik heel veel aan editen en dergelijke doe. Ja, behalve dan die andere paar video's, zeg maar. Maar ik wil het wel weer gaan oppakken. Dus dat komt wel goed. Het enige wat ik zeg van jongens, motiveer mij gewoon wel door de likes en dingen en zo. Want dat motiveert me echt wel. En dan ben ik gewoon nog meer geïnteresseerd om heel veel te doen, zeg maar. Zo kan je het zeggen. In ieder geval, dus dat komt wel goed. Camper, bullshit nummer 4. Met een LMG. Dat zou eigenlijk 5 moeten zijn, maar die laat ik even achterwege. Het is een geweldige game deze. Ik ging echt wel lekker. Ik had echt het gevoel, mijn aim zit lekker. Ik zie het allemaal lekker. Ik beweeg lekker snel over de map. Het is echt rushen. Ik pak veel kills, maar het wil allemaal net niet. 30-6. Ik bedoel, 30-6. We hebben nog. We zitten op de helft ongeveer. Nou, dat klopt ongeveer wel. Want uiteindelijk krijg ik iets van 55 of 60 of 65 kills. Een van die drie. Maar weet ik niet. Zullen we ze meteen aan het einde wel zien. Roy en Erik, die gingen ook wel lekker hoor. Die pakten ook wel die kills. En we hadden echt wel zoiets van, als we nou niet lieven en gewoon, en niet van die Mongolische kutcampen met de sniper. Boosie nummer 5. Campen en met de sniper ook nog. Als dat soort dingen er gewoon uit is, dan kan je gewoon door blijven rennen. Blijf je telkens die spawns inkomen, zeg maar, waar ze gaan spawnen. En dan kan je gewoon die kills pakken. En dan kan je die 100 plus gewoon halen. In ieder geval één van ons die had hem eventueel wel kunnen halen. Je ziet in het begin, ik pak die kills wel, maar daarna op een gegeven moment loop ik verkeerd. Ik loop gewoon echt verkeerd. Ik zie ze niet meer en dan gaan die kills die gaan minder snel. Dus dat is gewoon kut. Uiteindelijk jammer, we pakken een triple cappertje. Ik snap niet waarom, maar dat maakt niet uit. Hartstikke leuk. Dit is een beetje over de gameplay. Waarschijnlijk komt er zometeen nog wel meer bullshit hoor. Als het goed is wel hier nog een camper achter statue. Met een LMG, wat knap! Oké, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, ik wilde eventjes gewoon laten weten. Ik ben niet dood. Ik ga niet stoppen met YouTube, absoluut niet. Maar soms zijn er momenten dat je eventjes een gastje terug moet nemen. En eventjes weer even tot jezelf moet komen, om het zo te zeggen. Klinkt heel zweverig, is het niet. Maar dan kan je jezelf weer pakken, weet je wel? Gewoon weer eventjes die volle motivatie. En dat je weer echt lekker met inspiratie en dingen. En ook echt zin hebt om video's te maken. Volgens mij klinkt dat allemaal heel erg apart. In ieder geval, ik ben wel van plan om een beetje mijn kanaal te veranderen. Je weet het, ik ben er al een tijdje mee bezig. Panic Knife nummer 2. Oh, zo fucking fijn dat het kan. Je ziet gewoon echt gewoon een draai erin zitten in die knife. Wauw. Echt, ik bedoel, in het echt zou je ook gewoon 360, 720, no-scope, knife in je kuthols doen, weet je wel. Dat is ook gewoon prachtig. Maar dat maakt niet uit. Waar heb ik het over met mijn kanaal? Ik wil een beetje die review-kant-achtige op. Niet zozeer films ook. Maar dat doet Paul nu allemaal. Wil ik verder niet zoveel aan komen. Met die top 10 dingen, daar wil ik wel gewoon wat meer pakken. Maar eigenlijk gewoon een beetje die interview-stijl-achtige video's wil ik wat meer gaan pakken. Ik vind dat gewoon zo gaaf. Toen de tijd ook met First Look heb ik het gedaan met Paul op Call of Duty Ghosts. En dat vond ik zo leuk. En ik bemerk gewoon, daar zit gewoon heel veel interesse in. Daarnaast heb ik een enorme grote fantasiebase in mijn hoofd zitten. Echt waar, dat is echt niet normaal hoe groot die is. En ik probeer daar een beetje achter te komen hoe ik daar vorm aan kan geven op mijn kanaal. Dus hoe dat allemaal van start gaat en zo dergelijke, dat weet ik nog niet. Dat ga ik nog wel komen, denk ik. Maar ik wil een beetje daarin ook wat gaan doen. Ik bemerk gewoon de games op mijn kanaal. Op het moment als ik iets anders doe, dat slaat gewoon niet echt super lekker aan. Ik weet dat het is een ontwikkeling. Je bent Call of Duty geweest, bla 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 bla. Er zijn zoveel andere kanalen, zoveel video's. Ik weet het allemaal. Maakt ook niet uit, maar ik moet eventjes kijken hoe ik dus daar vorm aan moet geven. Bullshit nummer 27.380. De kennerste bom. Echt wat een geweldig ding. Vooral als je een soort van martydom-achtige taferelen gaat krijgen in deze game. Dat is wauw. Ik bemerk gewoon echt elke dag weer dat de bullshit zo ontzettend hoog is in Call of Duty Ghost. Terwijl ze toen de tijd zeiden dat ze zoveel weg zouden halen qua bullshit. En dat hebben ze niet gedaan. En daar hebben ze echt heel hard in gefaald. En ik wil niet nu nog een keertje de game zo hard afkraken. Maar het is gewoon lastig. Ik bedoel, je ziet het zelf. Je hebt alle soorten bullshit elke keer in één game. Gisteravond was ik eventjes voor Clan Wars bezig. En ik was moe, dus mijn reactievermogen was al dikke stront. Maar je bemerkt gewoon dat je dan
zo snel gevat ben voor bullshit. Terwijl ik hier, toen ik hier speelde, was ik echt scherp. Ik was redelijk scherp. Het ging lekker. En dat is niet alleen dit potje, maar gewoon meerdere potjes. Gewoon dat het allemaal verder wel prima ging. Je ziet nu dat ik wat moeite heb om die kills te maken. Uiteindelijk pak ik er nog wel een paar en dan is de game afgelopen. Strike Zone. Komen nieuwe mappen weer aan. Dome komt eraan. Ik heb zin in Dome, eerlijk gezegd. Ik heb wel zin in Dome. Ja. Ik hoop dat jullie een beetje begrijpen wat ik allemaal verteld heb en wat ik bedoel. Zo niet, laat het dan eventjes weten in de reacties. Ik zal de eindscore zo even nog laten zien. Dan ga ik jullie zien bij een volgende video. Ik kreeg laatst trouwens een opmerking dat mijn video's soms te lang waren. Laat het even weten of dat zo is. Of ze korter moeten of niet. Ik ben benieuwd. Ik ga jullie zien jongens bij een volgende video. Ik zeg bye-bye, later en tot ziens. Vergeet niet te liken. Team, well done.